Vandaag blikken we terug op die finale van 1994. Toen, net als nu, tegen Feyenoord. Maar de meeste NEC-fans zullen bij dit bekeravontuur vooral terugdenken aan de halve finale. Uit tegen Ajax werd er met 1-2 gewonnen. Tot nu toe de enige overwinning ooit uit bij Ajax. Na afloop van die wedstrijd mocht een trotse doelman in het programma Studio Sport bij Mart Smeets vertellen hoe zij als eerste divisieploeg het grote Ajax versloegen. Met die doelman praat ik 30 jaar later weer. Ik heb het over Wilfried Broekhuis. Ja, Wilfried, 30 jaar geleden tegen Feyenoord. Ik denk dat het een mooie finale was, maar ik denk dat de halve finale misschien wel mooier was. Heb ik wel gelijk? Ja, daar heb je zeker gelijk. Ja? Ik denk alleen al door het resultaat. Ja, 1-2 uit bij Ajax. 1-2 uit. Normaal gesproken, je gaat naar Ajax heen en dan heb je het gevoel van hartstikke leuk zo'n wedstrijd. Ja. Je speelt daar, toen nog in de meer. Ja. En na een half uur zit je vaak te kijken naar de stand en denk je, hoe lang moeten we nog? Ja. Vaak ben je kansloos, dus pak je gaan eventjes in de hoogste versnelling en tik, tik, tik. Ja. Nou, dat jaar was het anders. Ja, een jaar later zouden ze wereldkampioen worden. Maar tegen NEC hadden ze het lastig. Toen hadden ze het heel lastig, ja. Ja. 1-2. Was het Lok die volgens mij nog scoorde die wedstrijd? Het was dan, ja, eigenlijk die wedstrijd was een... wij stonden natuurlijk, we waren echt in vorm. Ja. Toen was het wel eerste divisie. Ja, jullie speelden eerste divisie ja, toen. Ja, 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 ja. En na een aanvankelijk moeilijk begin in de competitie, vanaf oktober begon het echt te draaien. Ja. Maar echt goede spelers, echt een hele goede selectie. Dat zag je ook terug vanaf dat moment, oktober, november, hebben we volgens mij geen wedstrijd meer verloren. Nee. Zo ging ik ook naar Amsterdam met het idee van, ja, we hebben hier gewoon niks te verliezen. En we spelen eigenlijk haast 1-1. Carlos Alberts stond achterin en die schoof eigenlijk heel snel door naar het middenveld. Ja. Kees Lok stond in de spits. Er waren een paar hele goede spelers. Kees van Wonderen deed mee. Ook nog. Kees van der Weeren deed mee. Ja. Danny Hoekman speelde daar als linksbuiten. Ja, allemaal wel bekende namen uiteindelijk geworden. Bekende namen. Ja. Toen bekend, maar eigenlijk nu nog steeds, omdat heel veel nog steeds in het voetbal werkzaam zijn. Ja, je wint dan van Ajax, wat een jaar later dus wereldkampioen zou worden. En dan op een gegeven moment word je gebeld door NOS. Wil je even langskomen? Bij Studio Sport. Ja, kijk, nou, zo'n wedstrijd gebeurt natuurlijk. De eerste half uur, volgens mij, zijn ze maar 2 of 3 keer op onze helft geweest, ja, die wedstrijd. Vervolgens maken wij 1-0, Jeffrey Kooistra, uiteindelijk wordt het 1-1. Dat was zo'n moment waarop je dan toch misschien gaat denken met z'n allen van, redden we het of redden we het niet. Ja. Aanval en daarna maken we 2-1, het laatste kwartier is echt, Ajax alleen maar volop de aanval. Ja. Heb je gewoon geluk nodig. Bal op de paal, bal op de lat, de bal wordt net weggehaald, schiet een keer tegen je op. Nou, vervolgens na afloop de kleedkamer en samen met het publiek in eerste instantie naar de wedstrijd. En na die tijd in de kleedkamer, toen kregen we horen dat we naar Studio Sport met z'n allen mochten. Ja. Nou, toen was het, toen had je 1 of 2 zenders, iedereen keek naar Studio Sport op de zondagavond. En dat was natuurlijk een heel ander tijdperk dan nu. Ja. En er werden uitgenodigd. Nou, toen gingen we met z'n allen met de bus in plaats van Nijmegen gingen we naar Hilversum. Ja. Nou, en daar werden we dan in de studio van Mart Smeets ondervraagd en Kees en ik. Ja, je zat op een soort mini-tribune, zat je, op de eerste en tweede rij. Ja. En dan was het een jonge keeper Wilfried Broekhuis die maar 1 bal doorliet tegen het grote Ajax. Wist je eigenlijk wel wat je moest zeggen toen je daar zat? Ja, zij stelde de vraag, jij stelt nu de vraag. Ja, en de antwoord, zo simpel is het eigenlijk. Daar antwoord op wat je op dat moment voelde en dacht. Ja. En dat het bijzonder was, dat wist je wel. Ja. Dat is natuurlijk, de emotie was natuurlijk en de ontlading was zo enorm na die wedstrijd. Dat maak je niet iedere keer mee. Eigenlijk die finale tegen Feyenoord, die verlies je dan. Maar ik denk ook een iconische wedstrijd eigenlijk. Nou ja, iconisch vind ik eigenlijk, wat je als club echt bij je blijft, is iets wat groot is en wat je ook wint. Dat is echt, waar je zegt van, nou, dat is een Ajax-wedstrijd was gewoon zo bijzonder. Tuurlijk, dat is een iconisch wedstrijd, Ajax uit. Daar vind ik het historisch en ook een wedstrijd die je echt wint. Kijk, deze wedstrijd is natuurlijk niet dat hij van minder waarde was, maar voor ons, voor mijn gevoel, was het natuurlijk wel ook een kers op de taart. Ja. En ik denk voor heel veel spelers, en dat geldt ook voor de spelers nu, je maakt niet ieder jaar een bekerfinale mee. Nee. Je strijdt niet ieder jaar om een kampioenschap, dat doe je niet. Dus voor ons was het een kers op de taart. Hoe kijk je nou terug op die finale? Doet het nog heel veel pijn? Of? Ja, nou,
op dat moment waren we misschien al blij dat we de finale haalden. Ja. Als je de verhoudingen zo van de voren zou zeggen van, nou ja, 10% kans dat je zou winnen. 90% Feyenoord. Ja, je deed mee. We hebben wel onze huid te duur verkocht. We hebben wat kansjes gecreëerd. Maar Feyenoord had natuurlijk ook zijn huis goed gedaan. Die zochten ook niet vaak de avond. Die gingen echt gegroepeerd staan en ze lieten ons een beetje in het blok komen. Ja, ze kwamen natuurlijk op 1-0. Dat was een beetje een voordeel. Voor de Feyenoord was het volgens mij niet zo'n bijzonder verhaal, wedstrijd. Ja. Voor ons was het, we hebben onze huid wel duur verkocht. En ja, afgelopen die 2-1 viel misschien net iets te laat misschien. Ja. Ja, heel lang, we zijn een aantal jaar verder. Maar jij bent altijd bij NEC gebleven. Wat houdt je nu bezig binnen de club? Een aantal jaren geleden ben ik eigenlijk vanuit de eerste selectie ben ik naar de voetbalacademie teruggegaan. Daar train ik nu met onder 21, onder 18 de keepers. Ja, en dat gaat helemaal goed. En weliswaar een dag minder. Ik ben 4 dagen gaan werken vanaf die tijd. Vanaf 4, 5 jaar geleden. Ja. En ja, dat bevalt me eigenlijk heel goed. Ja. En ja, op die manier, als je nu ziet, van als je kijkt naar de keepers van de eerste selectie, komen eigenlijk alle drie uit de jeugdopleiding van NEC. Ja, en dat is hartstikke mooi. 30 jaar na de finale tegen Feyenoord, nu weer tegen Feyenoord, wat dacht jij? Nou, die heb ik alles gespeeld. Gaan we weer? Nou, het is wel bijzonder. Ja. Met name dan het, 30 jaar geleden. Je gaat er toch over aan terugdenken. Ja, en exact 30 jaar geleden. 93, 94, precies. 23, 24. Ja. Dus dat is op zich wel, je denkt er wel over na. Aan de andere kant, ja, het zijn weer andere tijden. Ja. En eigenlijk verdient dit seizoen gewoon een kroon. En een keer een prijs. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja. Ook voor de club, gewoon dat je nu echt een tastbare prijs hebt. En dan ben je in één keer klaar. Je bent verzekerd van Europees voetbal. En je kunt de laatste wedstrijden heerlijk uitspelen. Ja. Want dan heb je eigenlijk geen stress meer de rest van het seizoen. Nee. Je hebt dan geen extra play-offs meer. Maar je hebt gewoon een... Je kan nog een mooie plek pakken. Ja. Vijfde plek misschien. Ja, zeker. Ja. Dat is dan misschien maar mooi meegenomen. Ja, zeker. Durf je een voorspelling te geven? Ja, voorspelling. Ik denk, ik gok op 1-2. 1-2? 1-2. Verlenging 90 minuten? Zonder verlenging. Zonder verlenging, gewoon lekker op tijd naar huis. Ja, ik denk zonder verlenging. En als mijn verlenging is, dan penalties en pak Jasper de laatste. Kijk, we gaan hem in ieder geval winnen. We gaan hem winnen. Dankjewel. Alsjeblieft.